In deze clip instructievideo tonen we hoe je planaanvragen filtert en zoekt. Zoeken kan op volgende criteria: mijn referentie, clipreferentie of aanvrager. Om te zoeken selecteer je het gewenste criterium en vul je in de zoekbalk een trefwoord in. Het zoeken start automatisch vanaf het eerste teken dat je invoert. Je kan daarnaast ook filteren op volgende criteria: mijn planaanvragen toont alleen de planaanvragen die je zelf hebt ingediend. Planaanvragen van mijn suborganisaties toont de planaanvragen in je eigen organisatie of lagerliggende organisaties. En alle planaanvragen toont alle aanvragen die verbonden zijn met mijn organisatie, ook in hiërarchisch hogerliggende niveaus. Daarnaast is het ook mogelijk om op locatie te zoeken. Wanneer je klikt op kies locatie, opent een scherm waarop je het volgende kan doen: een adres ingeven, een zone tekenen en een zone importeren. Je bakent hierbij een bepaald gebied af waar binnen gezocht wordt. Ten slotte kan je de getoonde resultaten ook nog beperken op datum en kiezen of je actieve planaanvragen toont of gearchiveerde planaanvragen, die ouder zijn dan zes maanden. Onderaan de tabel met de zoekresultaten kan je deze resultaten exporteren als Excel-bestand.